Afgelopen donderdag maakte Tesla haar kwartaalcijfers van het vierde kwartaal van 2020 bekend. En dus hebben we eigenlijk ook alle gegevens over heel 2020. En dat is wat ik wil gaan doen in deze video. Juist dat kwartaalrapport gaan bekijken. Uh, pagina voor pagina gaan kijken wat mij opvalt. Uh, dingen die ik interessant vind, die ik meeneem voor mijn belegging. Want Tesla is mijn grootste positie. Ik heb op dit moment 170 aandelen van Tesla. En ik weet dat ook heel veel mensen van jullie, uh, jij misschien ook wel. Geïnteresseerd bent in dit aandeel, dus dat leek het me interessant om het gewoon pagina voor pagina het laatste, de laatste cijfers eigenlijk te bekijken. Dus laten we niet langer wachten en beginnen met deze video. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een Passiefinkomen.nl. Op dit kanaal maak ik elke week drie video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren, beleggen of passief inkomen. En in deze video specifiek wil ik dus gaan kijken, zoals gezegd, naar Tesla, naar de laatste cijfers die ze bekend hebben gemaakt. Laat ik even mijn scherm met jullie wat delen. Ten eerste even naar de koers van Tesla, want het werd niet zo heel goed ontvangen door de meeste beleggers. Uh, het was niet wat analisten hadden gedacht dat het zou zijn, de voorspelling van analisten. Het is natuurlijk altijd weer de vraag, hebben analisten het dan mis of doet Tesla het dan verkeerd? Nou, meestal reageert de koers, dan lijkt het alsof Tesla het niet goed heeft gedaan. Maar het is natuurlijk net dat analisten het anders hadden ingeschat. En als we gaan kijken naar de grafiek, dan zien we hier de E van earnings staan. En dus dit is het moment dat het, uh, de cijfers bekend zijn geworden. Nou, sindsdien, die laatste twee candles eigenlijk, is dus in het rood. Dus het is niet zo goed ontvangen en juist nu gaat trouwens... Uh, nou, ik deze video opneem, gaat de beurs best wel hard onderuit. Laat ik even een klein beetje in gaan zoomen, want dit is namelijk vandaag. Dus we zien al wel dat het hard onderuit is gegaan. Zojuist echt heel erg hard. Nu staan we op ongeveer nog, um, valt het nog wel mee. Maar net zag ik al ergens min 4%. En dat heeft er mee te maken, zag ik ook wel, dat eigenlijk de hele beurs onderuit ging. Want kijken we naar de SP 500. Ook die heeft gewoon te maken met een flinke daling. Maar we gingen dus even kijken naar hoe de koers van Tesla erop had gereageerd. Daarvoor, voor deze video, wil ik dus gebruik maken van het laatste uh, kwartaalrapport. Die kun je vinden op de website van Tesla zelf, IR, van Investor Relations. Dus ir.tesla.com. Daar zie je gewoon per jaar, per kwartaal, uh, wanneer het uitkomt en ook vinden we hier het bestand. De PDF met eigenlijk alle uitleg die we nodig hebben. En ik open even een ander bestand, want daar heb ik alles al um, ja, gemarkeerd wat ik graag zou willen bespreken. Dit is zoals je kunt zien hetzelfde bestand. Um, met alle pagina's, een stuk of 30, iets meer zijn het er, geloof ik. En laten we dan eerst even kijken naar wat ze noemen de hoogtepunten. Nou, wat betreft linksboven, wat betreft cash, daar valt vooral op dat er bijna 5 miljard bij is gekomen um, in het laatste kwartaal. En dat daarmee. Het totaal voor het hele jaar, dat ze op dit moment dus zo bijna 20 miljard dollar nog in cash hebben liggen... ...heeft natuurlijk te maken dat ze eerder al een uit, uh, aandelenuitgift hadden gedaan... ...terwijl natuurlijk de koers dit jaar best wel hoog stond, dus daar hebben ze optimaal van kunnen profiteren. Gaan we kijken naar de profitability, oftewel de winstgevendheid... ...dan zien we voor het hele jaar dat de winst uitkomt op 720 miljoen. Het laatste kwartaal is dat 270 miljoen en hier zien we ook nog dat de, de operating margin... ...iets minder is, maar dat heeft te maken weer met um, extra kosten die ze hebben moeten maken... ...juist vanwege aandelenuitgiftes, daar komen we straks nog op terug. Wat betreft operations, die zien we onderaan staan, lezen we dat Tesla dus een half miljoen uh, auto's... ...heeft geproduceerd en geleverd in 2020, dat we de Model Y, dat daar de productie van is begonnen... ...in de Gigafactory in Shanghai in ja, de laatste maand van 2020, dus, dus dat zal dit jaar uh, mee worden genomen... ...dat daar natuurlijk extra productie vandaan komt. En Tesla heeft de Model S en de Model X vernieuwd, uh, met, ja, eigenlijk met bekendmaking van deze cijfers. Dus vanaf deze maand is daar ook een vernieuwing in. En kijken we rechts naar de samenvatting, wat we daar vooral moeten, uh, wat tenminste ik uh, opvallend vind, in ieder geval de moeite waard om te vermelden, is dat ze natuurlijk in Berlijn en in Austin bezig zijn met nieuwe fabrieken bouwen. En dat daar ook staat dat ze daar dit jaar al... Ook uh, ja, actief zijn en ook batterijen uh, ja, in de fabriek zelf gaan produceren. Heel erg belangrijk omdat je vaak hoort dat batterijen het probleem is, dat daarmee de productie beperkt wordt. Kijken we dan naar de volgende pagina. Dat zijn eigenlijk de financiële cijfers, die nog niet helemaal officieel zijn, tenminste, nog niet zijn georderd, zoals erbij staat. Ook hier heb ik weer een paar dingen aangevinkt die heel erg belangrijk zijn. Of tenminste, heel vaak belangrijk gevonden worden. En dan valt als eerste op: zien we hier 24%. Dat is eigenlijk de reden dat het, um, dat het aandeel vaak wat uh, in de min is gegaan de laatste dagen, of de laatste twee dagen is het in principe. Omdat dat natuurlijk wel minder is dan het vorige kwartaal. Um, we hadden hier een best wel goede marge en die is nu wat minder geworden. Zou je misschien niet altijd verwachten, juist wanneer over het hele jaar gezien uh, de omzet met 46% stijgt. Meestal krijg je dan schaalvoordelen. Kan natuurlijk iets tijdelijks zijn. Het kan zijn dat het hier heel erg goed ging of hier juist net even tegen zat. Maar kijk over het hele jaar, dan staat ook het hier gewoon 157 basispunten in de plus. Dus over het hele jaar gezien is dat gewoon heel erg goed. Kijk ook hier naar de, de earnings per share, oftewel de winst per aandeel. Die is nu in het laatste kwartaal 24 cent. Um, iets minder dan in het derde kwartaal, maar wel gewoon over het hele jaar vergeleken met een jaar geleden. Meer dan verdubbeld. Dus ook dat is gewoon prima. En zoals eerder al zei je, we hebben gewoon heel erg veel geld. 19,4 miljard hebben ze. En dat kun je natuurlijk gebruiken om fabrieken te bouwen, ontwikkeling te doen. Um, ja, noem het maar op. Alles wat je in de toekomst wilt gaan doen, daar heb je gewoon geld voor nodig. En het is gewoon heel erg fijn dat die positie nu heel erg is toegenomen. Uh, eigenlijk verdrievoudigd. Meer dan 200% is erbij gekomen. Dus dat is een heel erg goede uitgangspositie om 2021 mee te beginnen. Dan kijken we hier eigenlijk hetzelfde. Hier zien we dat. Uh, de omzet vanuit automotive met 31% is toegenomen. Dus dat zijn gewoon heel erg mooie bedragen. En hier zijn heel veel dezelfde cijfers, eigenlijk zoals we net zagen. Tenminste, net iets anders, hier staat het op jaarbasis, terwijl we het net op kwartaalbasis zagen. Dus hier zien we ook wederom, zoals ik eerder al zei, die marge die was misschien in het vierde kwartaal niet zo heel geweldig vergeleken met het derde kwartaal. Maar kijk je over het hele jaar, dan is er best wel ja, 4% bijgekomen of 437 basispunten. Dus dat zijn eigenlijk de punten waar je op moet focussen, vind ik tenminste, als je een belegger bent voor de lange termijn. Kijken we dan naar de uh, financiële samenvatting. Zoals eerder al gezegd, de omzet nam toe met 46% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019. Gewoon ja, heel erg goed lijkt me, um, zeker in een jaar met een coronacrisis waar heel veel autofabrikanten lastig hadden. Het is wel zo, zoals ze hier ook vermelden, dat de gemiddelde prijs van een verkocht voertuig is afgenomen met 11%. En dat heeft er natuurlijk mee te maken dat steeds meer mensen eerder een Model Y of een Model 3 kopen en niet zo snel een Model S of een Model X. Voor goedkopere auto's is het natuurlijk gewoon een grotere doelgroep die die auto wil gaan kopen en wordt het ook bereikbaarder voor mensen. Aan de andere kant de Model S en de Model X zijn zojuist weer vernieuwd. Dus dat kan natuurlijk wel schelen omdat die geruchten al langer gingen dat misschien mensen daar nog even op hebben gewacht en juist is dit jaar misschien wel weer een auto kopen. En even kort tussendoor, wil je nou ook gaan beginnen met beleggen of wil je aandelen kopen bijvoorbeeld van Tesla? Ik doe dat via de giro net zoals heel veel van mijn kijkers. Daar zijn eigenlijk alle aandelen die ik op dit kanaal bespreek ook te koop. En wil je nou een account aanmaken bij de Giro, een link daarvan vind je onder deze video. Als je via die link een account aanmaakt, is dat voor jou gratis. Maar het helpt wel het YouTube-kanaal, dus dat zou ik erg waarderen. En dan gaan we nu weer verder met de video. En zoals we in eerdere sheets al uh, zagen staan over de operating margin van 5,4%, dan moeten we natuurlijk rekening mee houden dat in het laatste kwartaal er wat um, ja, aandelen zijn uitgegeven, onder andere aan de CEO, maar ook aan personeel. Maar juist Elon Musk heeft heel erg geprofiteerd als bepaalde doelen werden gehaald, als bepaalde leveringen aantallen de koers bepaalde dingen aantikte, werd hij uh, beloond in de vorm van aandelen. Een heel erg gunstig tarief voor Elon Musk, maar het is natuurlijk wel Tesla die ja, aandelen uit moet geven. Dat heeft een bepaalde waarde en dat gaat ten koste natuurlijk van de marges die ze uiteindelijk maken. Dus daar moeten we zeker wel rekening mee houden. Hier zien we dan de aantallen staan en hier zien we wel terug dat zoals ik eerder al zei, de Model S en de Model X wordt steeds Iets minder populair, uh, Hier op hier gezien, op jaarbasis 10% in de min. Kijken we echter naar Model 3, Model Y, 88% in de plus, waardoor het totaal aantal auto's dat ze leveren met 71% is gegroeid. Maar dat is dus vaak wat mensen bij Tesla denken: een autofabrikant. Maar het is zeker een veel meer dan autofabrikant. Ik denk dat het echt een energieleverancier wordt, zeker ook in de toekomst. Alle, alles rondom energie doen. Dat zien we hier eigenlijk ook terug met Solar Deployed, oftewel hoeveel megawatt. Zonnepanelen en dat soort dingen hebben ze geleverd. Nou, dat is uh, een stuk meer dan het jaar daarvoor en dat is een groei van 60%. En kijken we naar de storage deployed, dus de thuisaccu's, maar zeker juist de hele grote accu's die in het, in het net door de netbeheerders worden gebruikt. Daar zien we een enorme groei van net geen 200%, oftewel drie keer zo groot als in het jaar daarvoor. En wat ik denk, en wat Elon Musk zelf ook denkt, uh, roept eigenlijk, is dat dit juist een onderdeel is dat de komende jaren heel erg gaat groeien. En dat daar Tesla ook heel veel omzet uit zal halen. Wat er ondertussen nog belangrijk is, onderaan zien we de supercharger stations. Dat is het aantal plekken waar je een Tesla op kunt laden. Uh, dat is dus ook flink gegroeid met 40, 41 procent. En de aantal connectors, oftewel de losse units op zo'n parkeerplaats, laten we even noemen. Ook die zijn toegenomen. En dat is gewoon natuurlijk heel belangrijk dat er ook. Ja, misschien het onderscheidende op dit moment wel van Tesla dat ze juist zoveel plekken hebt als je een Tesla hebt dat je altijd wel ergens in de buurt je auto kunt opladen. Kijken we verder naar de voertuigen, dan hebben we hier uh, ja, drie fabrieken op dit moment: Fremont, Shanghai en in Berlijn wordt nu gebouwd. Je ziet hier dat in Fremont uh, eigenlijk er een upgrade plaatsvindt. Dat de fabriek nu misschien wat minder draait of juist eventjes stil ligt wat betreft de Model S en Model X moeten we natuurlijk mee rekening houden... dat juist daardoor ook minder auto's worden geproduceerd... maar natuurlijk in de toekomst het wel beter gaat. En dat zeggen ze ook... dat ze snel weer oppakken in het eerste kwartaal... en dat ze waarschijnlijk ook um, ja, um, dingen kunnen verbeteren... dat het gewoon weer soepeler gaat. Uh, wat ook nog opvalt... Is dat natuurlijk, ze zijn bezig in Berlijn, heb je misschien wel meegekregen. Ja, die fabriek gaat gewoon dit jaar nog open. En dat zou moeten zorgen voor een significante toename van de local deliveries, oftewel juist in Europa, waar uh, volgens mij in Nederland niet zo heel veel verkocht werd. Maar dat is natuurlijk omdat het meer in China en meer in Amerika werd verkocht, dat we juist dit jaar dus kunnen verwachten dat ook Europa weer flink beleverd wordt. Rechtsboven zien we dan per fabriek de capaciteit op dit moment en hoe de status is. Nou, Fremont kan dus een Model S en Model X bouwen 100.000 per jaar, 500.000 Model 3 of Model Y. En ook Shanghai, China, kan 450.000 uh, Model 3 of Model Y uh, produceren op dit moment al. Tellen we dit op, komen we net boven de miljoen uit. Nou, dat is misschien heel erg positief als alles continu zou draaien. Natuurlijk moet af en toe een fabriek stil liggen. Maar het zou dus mogelijk zijn dat Tesla gewoon dit jaar dus al, als ze volop produceren, een miljoen uh, voertuigen geproduceerd... en dat is dan weer een verdubbeling van 2020, dus hou dat vooral in de gaten. Daar komt dit jaar dus uh, Berlijn bij en Texas bij. Is nu nog onder constructie, maar ook daar zal geproduceerd worden. Zal wel aan het einde van het jaar zijn, zullen geen grote aantallen worden. Maar ja, het, het is wel weer dat er gewoon weer productiecapaciteit bij komt. En wat we hier ook zien, er komen nog meer modellen aan, is nog in development, maar er wordt wederom een nieuwe fabriek uh, gebouwd. TBD, to be determined, oftewel dat moet nog bepaald worden, of het zal wel bepaald zijn, moet nog bekendgemaakt worden waar dat zal zijn. Um, dus dat is ook weer iets op wachten. Maar er komt dus weer een extra fabriek waar weer nog meer uh, capaciteit is. We zien hier ook de, de, ja, de marktaandeel. Dat zien we eigenlijk vanaf 2017 hard groeien. In Amerika inmiddels bijna anderhalf procent, terwijl Europa en China het al richting die 1% procent klimt. En ook hier zien we nog verschillende dingen terugkomen. Wat ze mee bezig zijn met uh, full self-driving, de software, uh, de powertrain. Dat nu de Model S natuurlijk weer het nieuwste van het nieuwste heeft. En weer volop verbeteringen zijn doorgevoerd. Dat daar een Model S-plate van komt. Een uh, model wat binnen twee seconden naar de 100 gaat. Is echt <laughs> bizar snel. En dit is denk ik ook wel een belangrijk puntje hier rechtsboven. Hier zie je de, de range uh, tussen Tesla all-wheel-drive en de. Eerst volgende concurrent. En dan zien we eigenlijk dat in januari 2019 het verschil zo was. Maar dat dat door de jaren heen groeit, dat Tesla steeds meer bereik weet te halen uit zijn batterijen. Dat die dus eigenlijk de koppositie weet te vergroten ook. Hier zien we dan nog een slide over de energy storage. Oftewel de thuisbatterijen, de grote accupakketten eigenlijk in het net. Dan zien we dat het is gegroeid naar 3 gigawatt in een, in een enkel jaar, wat een 83% groei is. Ze zeggen ook dat, we, ja, dat ze volop uh, bezig zijn om dit verder door te groeien. En dat ook nog steeds het aantal bestellingen dat er staat gewoon heel erg sterk is. En dat de verwachting is dat ze dezelfde groei die we afgelopen jaar hadden, die 83%, is dus ongeveer voor 2021, kunnen verwachten. Dus wederom bijna een verdubbeling. En dan kun je ook al zien hoe dat hieronder gaat. Dit gaat over solar. Maar je krijgt al dit soort punten waarop het best wel snel kan groeien. Zeker als je een paar jaar verder bent. Pakken we dan nog de Outlook, oftewel wat denkt Tesla zelf over de komende tijd? Uh, ze gaan iets aanpassen en ze zeggen ook we gaan vooral op de lange termijn um, focussen. Nou, wat betreft volume, over een multi-year horizon, oftewel meerdere jaren, verwachten ze gemiddeld 50% per jaar te groeien. Dat zou betekenen, als je de regel van 72 hebt, 72 gedeeld door 50% per jaar, dat je binnen anderhalf jaar telkens verdubbelt. Dus over anderhalf jaar is de capaciteit verdubbeld. Wacht je nog een keer anderhalf jaar is het wederom verdubbeld. Dus over drie jaar heeft Tesla vier keer zoveel voertuigen. En dat is dus iets wat ze voor de komende jaren verwachten als een gemiddelde. En in sommige jaren zal het dus hoger liggen dan het gemiddelde. En dat is wat ze ook verwachten voor 2021. Dus ze verwachten dat dit jaar harder groeit dan 50%. Nou, we hebben gezien 500.000 auto's. 50% zou 750.000 zijn. Maar ze hebben de capaciteit voor een miljoen. Dus Laten we zeggen dat er tussen de 750 en 1 miljoen auto's worden verwacht voor 2021, voor dit jaar dus. Nou, cash, ze zeggen gewoon we hebben genoeg cash achter de hand om eigenlijk alle producten voor de lange termijn die we op de planning hebben staan en kosten die we maken om daaraan te voldoen. De, de profit, de winst, die marge gaan we verder uitgroeien, waardoor we uiteindelijk uh, ja, de beste marge in de industrie zullen hebben. Uh, daar is, ligt nu nog niet de focus op, de focus ligt nu echt op groei. Maar naarmate natuurlijk fabrieken worden gebouwd, efficiënter worden gebouwd... ...gaat automatisch ook de, de marge omhoog. En helemaal onderaan dus wat betreft producten en dan eigenlijk de fabrieken... ...dat zowel uh, Giga Berlin als Giga Texas uh, ja, gewoon op schema liggen... ...om dit jaar nog dus producten te leveren, auto's van de band te rollen... ...en dat in dit jaar ook de Tesla Semi, uh, de, de, de vrachtwagen... ...ook dit jaar nog uh, geproduceerd en geleverd zal gaan worden... Dan komen we eigenlijk aan bij wat foto's en wat grafieken. Dit is het vernieuwde model van de Model S, het interieur. Wat opvalt is eigenlijk het stuur, dat er maar een half stuur is en niet eens rond is. Een heel groot scherm waar we een spel op zien en verschillende, uh, ja, meerdere spellen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je, tenminste zo zie ik het, het lijkt alsof de auto wordt ingericht. Alsof je steeds minder tijd met besturing bezig moet zijn, maar dat je veel meer Tijd gaat bezig zijn met films kijken, spelletjes spelen, om juist ja, misschien wel zelfrijdende auto's binnenkort te hebben. Dat zien we ook in de achterstoelen terugkomen, want daar zien we namelijk wederom in het middenconsole eigenlijk wederom een scherm. Er wordt een afstandbediening of een gameconsole eigenlijk. Uh, zit al ingebouwd, dus je kunt spellen spelen. Controller krijg je erbij of kun je erbij kopen. Uh, wat dus ook hierop wijst dat er steeds meer um, ja, vrije tijd is in een auto. En wederom waarschijnlijk een verdienmodel voor Tesla om dit uh, te introduceren. De buitenkant is ook iets vernieuwd. We zien alleen hier de voorkant, de bumper vooral vernieuwd zijn. De achterkant uh, krijgen we niet zo heel veel van mee. Dit is de fabriek in Shanghai, waar ze de Model Y... volgens mij in één keer een heel groot gedeelte weten te persen of te maken in ieder geval. Dus heel efficiënt in ieder geval. En hier zien we dus ook gewoon meerdere foto's voorbij komen. Laten we gewoon even snel doorheen gaan. De fabriek in Shanghai, op de voorgrond de Model 3... Op de achtergrond de Model Y Factory, oftewel waar de auto's geproduceerd worden. En dit is Berlijn op dit moment. Um, wat best wel mooi is om te zien dat ze ook aan de binnenkant al best wel ver zijn. En dat ze zelf al aangeven dat ze op dit moment al machines worden geplaatst. En um, een van de volgende foto's, dit was drie maanden geleden, was het nog gewoon een grote zandvlakte. En dit is op dit moment en staat er al ja, best wel een behoorlijk gebouw en lijkt er dus op alsof Tesla wederom binnen een jaar een grote fabriek weet te bouwen. Kijken we dan even naar een paar grafieken, dan zien we hier het aantal vehicles dat delivered is, oftewel de leveringen van auto's, dan zien we die in per kwartaal telkens toenemen. Naar het laatste kwartaal 180.000, dus trek je dat door, hou oh, je dat vier kwartalen vol, zit je op 720.000, maar waarschijnlijk gaat de productie toenemen. We weten dat uh, Shanghai de Model Y maakt, dus dat gaat toenemen richting die miljoen. Hier zien we de free cashflow toenemen. Iedere, ieder kwartaal bijna. En zeker de laatste paar gaat het erg goed. Vaak het eerste kwartaal net iets minder. Dat is vaak een heel lastig jaar. Omdat de meeste mensen op het einde van het jaar vaak nog snel een auto kopen. En ook hier zien we het inkomen, de, de winst. Gewoon, ja, waar vroeger nog veel verlies geleden werd per kwartaal, is dat de laatste zes kwartalen al niet meer het geval. Telkens winstgevend, dus dat is heel erg belangrijk. En in deze sheet zien we eigenlijk dezelfde cijfers, maar dan op de trailing 12 months, oftewel de laatste 12 maanden, zitten we nu op leveringen van 500.000 auto's per jaar. En ook zien we hier de winst en de free cash flow gewoon heel erg goed zijn. En dan komen we als laatste nog bij de financial statements, uh, daar ga ik niet heel specifiek op in. Um, mocht je daar de interesse in hebben, ga vooral even kijken. Download het document zelf. En dan kun je precies zien hoe het per puntje, wat ze uitgeven, wat er binnenkomt. Um, ja, voor de mensen die daar natuurlijk interesse in hebben. En even kort samengevat, vind ik het dan best wel positieve cijfers. Natuurlijk wat opvalt en waar heel veel analisten of de beurs op heeft gereageerd, is dat de marge is afgenomen. Ten opzichte van het derde kwartaal. Maar ten opzichte van het hele jaar is dat gewoon verbeterd. Dus daar zien we wel een verbeterpunt, al had het beter kunnen merkte er aan Q3, aan het derde kwartaal. Aan de andere kant, uh, dat is wel een belangrijk punt, maar als je tegelijkertijd deze groeipercentages laat zien van 46 procent, of dat je misschien dit jaar wel een miljoen auto's kunt bouwen, dat is eigenlijk het punt waar ik me op focus. Want als je dat, zoals gezegd, eens eventjes volhoudt, dan gaan ze binnen anderhalf jaar iedere keer verdubbelen. Nou, en als aandeelhouder voor de lange termijn zijn dat juist de punten waar ik op let. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe jij erover denkt. Hoe denk jij over deze kwartaalcijfers? Heb jij zelf Tesla aandelen? Wat denk je van de koers? Noem het allemaal maar op. Laat dat vooral weten in de reacties onder deze video. Wil ik jou weer bedanken voor het kijken? Vond je het een leuke, interessante video? Geef even een duimpje omhoog. Dan weet ik welke video's jullie leuk vinden. Kan ik meer van dit soort video's maken? En wil je meer video's zien, maar bijna geen lid van het kanaal? Ik maak elke week drie video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Klik onder deze video op abonneren. Klik op het bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.